Kudos mij is de Russie-president gaat langzaam maar zeker aan de kant. En het staat op groen. Ze zijn ermee vertrokken. Willy, wie neemt de snelste start? Ja, we zien die komen richting Apelsnet. Ze zit er niet. En ja, we zagen dat in de stad dat toch meestal even. Dat toch meestal even aan het twijfelen was op de stad. Maar uiteindelijk toch wel een topschouder is nu wel. Maar het is Timmerlier die als eerste daar het wil inzetten met Kevin. Paul zal het weer maar aan de bal zal de was. Maar het is Timmerlier die het voortouw neemt in deze beginfase van de wedstrijd voor Kevin Paul. En kijk, we zien in herhaling en de meeste zijn weg en de anderen gaan deze maar weg op de fiets. Dus fietsen en start eigenlijk een beetje. En daardoor toch wel een paar posities verloren voor de man die hier al tweede en derde eindigde enkele jaren geleden. De man uit SSL komen toch wel stellen. En die vandaag terug is op een zeer sterke prestatie, op een zeer goede prestatie. Maar vooraan dus het initiatief genomen door de ploegmaat van de finalistrijd. Samen straks, ja, dat kennen we van Timmerlier. Kan hij dat verder doortrekken naar het tweede deel van de Come on, David! Kom, David! Ik zal nog steeds rond, dat moet je nou. Dat is vroeg in de wedstrijd. Ja, die is er meer spiegels dan dat zadel. Dat u houdt het van Jamar.
afstand en voelen ook met nog steeds de zonnebril. Mooi opgeschreven. Ja, ja, ik ben de hand. Het zal wel gespat zijn door de stelling. Dan gaat die winnen. En ook die Kevin Pauls. Die blijven verder doen. Gaan we geen tegenhalen. Geen die mannen stel, dat is niet nodig. Maal, David. Maar was dat toch ook eigenlijk sterker? Want dat voor de derde of meer volgende maal na in
Limburg. Maar natuurlijk niet over goede woorden in de zaal en daar. Maar David! Ze gaan bijna geen niet om de rijst, maar even die bocht wel verkeerd ingeschat. Vermoedheid die van toeslaat langzaam aan zeker. En Arnolds, die gaat weg van dat groepje. En Thijs Aans, die laat het kaartje vallen. Linkervallen. Vermees, Vermees ziet dat en die gaat natuurlijk over Thijs Aans. En ook van de Koer heeft dat in de mond natuurlijk. Ja, Thijs Aans ziet dat kaartje dat vallen voor Jim Arnolds. En proberen spullen uiteraard, proberen spullen. Dat is toch wel een droom. Het is wel een individuele sport, zegt men altijd. Maar van het proberen spullen kan af en toe nog even meespelen in deze wedstrijdfase in de finale. Dan net wordt de houding. David van de Koer probeert er naar toe te knallen. En Tom Meeuwse voor eigen volk. Jim Arnolds ook voor eigen volk. Want voor eigen volk rijden allemaal niet dan. Ja, inderdaad. En Van der Poel. Kijk erop bij dat klootje kan dichter naar Arnolds en naar Vermees. In die modderstrook zijn ze nu. Maar het water opspat natuurlijk. En kijk, Meeuwse die probeert terug naar het midden te rijden van zijn ploeggenoot. Van David van der Poel. Maar die mag niet wachten natuurlijk, want die weet van. Ja, ik moet naar dat weet al voor mij uitrijden. Met de aanmoediging daarvoor, Tommeke Meeuwse. In die allerlaatste ronde van deze 34e. Maal, David! Arnolds Vermees, die zijn aan het strijden voor plaatsen 2 en 3. Op dit ogenblik achter, ja, toch wel een onderaan parel. Alles weet vandaag die met goede benen teruggekomen is uit Mallorca. En die goede positie in de toon breidt. En van de pool, ja, dat zijn maar een 21.